Ik ben Jan de Kok en ik werk halftijds als coördinator van een VZW Without Walls, een dialoog- en werkgroep voor daders, slachtoffers en maatschappij. En mijn anderhalftijdse, die mag ik vervullen hier in dit ziekenhuis als ziekenhuispastor. En de core business is echt het aanwezig zijn bij mensen. Het privilege om naast een ziekbed te mogen zitten en te luisteren naar het verhaal van mensen die oplopen tegen zingevingsvragen. Waar komt het in dit mensenleven op aan? En dat een eindweegs mogen gaan en mee vertalen in samen bidden, het voorgaan in liturgie of in rituelen en in samenwerking met fantastische collega's. Dat is ook een beetje hemel op aarde. Het eerste boek dat ik geschreven heb, Theophilus, ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen en ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. En wel, die gij van mij vernomen hebt, Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Men sluitte de aanhalingstekens. Toen ze eens bijeengekomen waren, stelden ze hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. En aan deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij van de berg, die de Olijfberg heet, naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dicht bij Jeruzalem op Sabbatafstand. Daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij alle bleven eensgezind volharden in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders. Er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen en sprak: Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Deze nu heeft zich met het loon van zijn misdaad een stuk grond verworven. Hij stortte voorover, barstte open
en al zijn ingewanden kwamen eruit. Dit werd bekend aan alle inwoners van Jeruzalem, zodat die akker in hun taal Akeldama, dat is bloedakker, heet. Er staat immers geschreven in het boek van Psalmen: zijn woonplaats worden een woestenij en niemand wonen er meer. En ook: een ander nemen zijn ambt over. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoorde, gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis. Men stelde er twee voor. Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Matthias. Toen baden zij als volgt: gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die gij van deze twee hebt uitverkoren, om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd, om heen te gaan naar zijn eigen plaats. Toen liet men hen loten, en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de 11 apostelen. Over wie heb ik er juist gelezen? Jezus. Van Jezus. En meer moet dat niet zijn. Huh? En lieveke, dat denken we altijd, hè? Als jij het niet snapt, dan is het niet belangrijk. Huh? Dat heeft Jezus zelf gezegd. Huh? Het zal allemaal verborgen blijven voor slimme pieten. Huh? Maar aan de eenvoudige van geest zal het allemaal geopenbaard worden. Huh? Voilà. Samen vreugde delen, samen vrolijk zijn. Wij maken van ons leven een heerlijk feest. Gedragen door de zon en door Jezus goede geest. Als ik er al één vers mag uitpikken, hè, dan is dat vers 14. Zij alle bleven eensgezind, volharden in het gebed, samen met de vrouwen. Ik wil mezelf er gewoon even op attent maken, dat van in den beginnen de vrouwen echt een ereplek, een belangrijke plaats innamen in heel dat kerkgebeuren. En misschien is heel dit project ook een uitnodiging om dat in ere te herstellen. En lieveke, hij zijt daar een ongelooflijk geweldig prototype van. Amen. Amen.